Als je Twents kunt praten, dan moet je het niet laten. Wat vind je ervan? Dat klopt. En kun je die zelf ook aan een beetje in Twents of niet? Ik kan een klein beetje Twents, ja. Ik ben ermee opgegroeid. Zie wat, ik moet dan ontzettend nadenken. Dus, dat, dus u spreekt geen Twents als dialect, zeg nee. maar? Nee. Nee. Nee, dus. En hoe komt dat zo, als ik vragen mag? Nou, mijn vader die sprak Hoog-Haarlemmerdijks. Zeg ik dan altijd, want zo is het gewoon, hè, dat Nederlands. En, ja, en die wou niet hebben dat wij dus plat praten. En ik kom uit Enschede zelf. Dus nee, want als we dat wel deden, dan kregen we straf. Tot toen we hier net kwamen wonen, inderdaad. Toen hadden we wel woorden van... ik stond voor de klas en toen zei een jongetje van, hey, juf, ik heb een glip. En dat begreep ik niet. Of het zat in de tuk, of we gingen stoeten eten, dat soort dingen. Ja, dat is wel Twents, hè. Dat zijn hele typische Twentse woorden, hè. Ja. En ik ben niet goed te pas. Ja. De vraag die ik eigenlijk aan u wil stellen is, of u vindt dat Twents aan het verdwijnen is? Ja, dat denk ik wel. Want ik heb nu een aantal jaren in Frieseveen op de Shalomschool gewerkt. En daar merk ik dat het steeds minder, dat je het steeds minder hoort in de klas. Wat vindt u daarvan? Dat toch steeds minder Twents spreken? Nou, op zich wel jammer. Want het is wel iets leuks. Ja, het is wel leuk en mooi. Het is wel eigen. Je kunt wel. Het is eigen. Het hoort hier bij de streek. En gedachten, ja. Precies. Maar goed, die gevoelens en gedachten zijn voor mij dan een beetje lastig. Want daar ben ik niet mee opgegroeid. Ja. En dat geldt ook voor andere dialecten. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik jammer. Ja, ik vind dat het gewoon hoort bij een streek. En, het is gewoon leuk als je ergens anders komt dat mensen op een andere manier praten. Ja. Zolang je het maar kan verstaan. En als jullie onderling praten en ik versta het niet, dan maakt het ook niet uit. En je kunt altijd vragen van wat bedoelt u precies? Ja, precies. Ja. Ja, de mensen er een klein beetje op wijzen en het in de huishoudens dus ook doorgeven. Ja. Ja. Maar dat gebeurt dus heel weinig, ja, denk ik. Op zich is dat natuurlijk een goed idee. Ja, nou, het moet alleen nog worden opgevolgd dan. Ja, hè? Precies. Ja. Mensen gewoon in plat blijven praten in Twents of Achterhoeks of ieder zijn eigen streek. Maar goed, ook in Almelo komen mensen die van buiten komen. Ja. En dus niet meer een dialect kunnen spreken. Dat klopt, ja. Dat komt veel voor. En natuurlijk is er wel de kring voor Twentse spraken. Ja. Maar als ik u begrijp, dan moet er toch meer worden gedaan. Ja, vind ik wel, ja. Ze kunnen wel dialecten leren, hè, mensen die hier komen wonen. Ja. Vind ik leuk. Ja, waar kom je weg? Dus ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat klinkt allemaal zo ja, gezellig. Ja, waar kom je voort? Oh ja, waar kom je? Ja, waar kom je? Ja. Ja. Nou. Ja, ik vind het leuk klinken, gezellig. Ja, het is een gezellig dialect. Het is ook een heel duidelijk dialect, hè? Ja, hoor. Ze slikken wel de laatste klinkers in en zo. Lopen, kopen en fietsen. Ja, zij heet Lola, maar in Twents heet ze Lola. Oh, Lola. Lola. En Lola met, dus graag cola. Met meer dan twee, meer dan één O's. O's heeft er wel bij. Oh, wel, ja, met meer dan meer O. En, maar goed, als een Twentenaar jo-jo zegt, dan denkt iedereen dat hij het ermee eens is, hè? Jo-jo. Dus niet altijd. Hè? Nee. Nee. Ja, ik ook wel. Ja, vind ik ook. Ik bedoel, je bent hier in Twente, dus ja. En waarom zou je er geen Twents spreken? Juist, alles gaat al weg, hè? Dat klopt. Wat vind je ervan? Ik vind het heel jammer, maar het klopt wel. Het klopt wel. En hoe vernem je dat dan? De kleinkinderen en de kinderen die praten geen Twents meer. Nu wonen ze ook in Nijmegen die kant uit, dus dat is Twents helemaal niet te vertalen daar. Maar ik vind het eigenlijk wel jammer. Eigenlijk moet er meer aandacht aan besteed dus worden. Dus dat vind je wel jammer daar? Ja, absoluut. En wat kan er tegen gedaan worden daar? Ik denk misschien op de lagere school toch een stukje aandacht geven voor het Twentse gebeuren en de taal. De streek moet zijn eigen dialect kunnen behouden. En dat is mooi, dat hoort bij het gebeuren. Wat vindt u daar zo belangrijk aan? Ja, dat is een beetje cultuur. Een beetje hoe het ontstaan is. En het is zo saai als iedereen hetzelfde is, toch? Nou, u zegt het. Wat zou er tegen gedaan kunnen worden om de dialecten
om te voorkomen dat ze helemaal verdwijnen. En misschien op de scholen het aanbieden. Maar de scholen moeten al zoveel. Ja, maar gewoon in plaats van een extra uurtje. Of misschien zijn er wel ouderen in de... Een combinatie maken van ouderen in de plaats die zich nuttig willen maken om de kinderen vrijwillig, bijvoorbeeld een extra uurtje op school, het dialect te leren. Ik denk niet dat het verdwijnt. Nee? Nee, denk ik niet. Er bitte altijd wel wat, die blijven gewoon Twents praten. Mijn kinderen, die waren er ook in opgegroeid. Als hun later kinderen krijgen en god zomaar deur, Twents blijft waar. Oh, dus je bent er niet bang voor dat het helemaal verdwijnt? Totaal niet. Nee, is totaal niet. Echt niet. Nee. Dat gebeurt sowieso niet. Nee. Nou, dat is mooi om dat van u te horen. En u praat zelf thuis ook Twents? Alleen maar Twents. Alleen maar Twents? Ja, op werk ook. Twents. Ik werk in de cafetaria, praat ik ook gewoon Twents. Oh ja, en sommige mensen hebben er wel een beetje moeite mee om dat te verstaan, hè? En dat klopt, te begrijpen. Klopt. Ja, dat klopt. Maar dat ligt ook aan de opvoeding wat ze hebben kring van thuis. Precies. Maar als ik zeg tegen u, dan weet u wel wat ik bedoel. Precies. Dan, ja, ik weet dat precies. Dan gaat het dus niet door. Nee. Begrijpt u de Twentenaar een beetje? Er was ooit eens een keer een pastoor, geloof ik, in Limburg. Die zei van, nu versta ik ze wel, dan begrijp ik ze niet meer.